Dat was een metaforisch bedoel, dames en heren. Neemt u mij vooral niet kwalijk. Alles wat ik zeg in termen van moordzucht en bloeddorstigheid, dat is metaforisch bedoeld. Neemt u me niet kwalijk. Ik ben afgedwaald. Het verlossen. Kunt u mij horen? Nieuwe technologie is de manier waarop oorlogen gevoerd worden aan het veranderen. Dat zien we niet alleen in Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld in Taiwan, waar de spanning tussen Amerika en China oploopt. Hoe ziet de toekomst van oorlogvoering eruit? Daarover gaat het in deze aflevering van de podcast. Maar voordat we daarmee beginnen, eerst nog even terug naar de vorige twee afleveringen. Die gingen namelijk over het vertrek van Rutte en de verkiezingen die eraan komen. En daarover zijn nog wat vragen binnengekomen van luisteraars en daar starten we mee. Rutte, die zegt nu, ik wil niet een soort van wiegel worden. Dus hij zegt, ik wil je zilkes niet in de weg lopen. Ik vind dat geweldig, maar ik wil haar totaal niet in de weg lopen. Anders word ik een soort van wiegel voordat ik weg ben. Over zijn eigen afzwaaien, net voor aanvang van de laatste ministerraad. Voor het zomerreces doet hij luchtig. Ja, ik vind het wel lollig dat hij dat gezegd heeft. Zo'n wiegel die hem dus steeds geadviseerd heeft op te krassen. Dit is wel een beetje terugslaan, toch? Omdat dat ook in het geval van Wiegel inderdaad wel geleidelijk aan een beetje idioot werd. Dat hij bij welke klapscheet die iets met de VVD te maken had, werd Wiegel erbij gehaald. Die had natuurlijk al heel lang geen rol van betekenis meer in die partij speelde. En die heette dan het orakel van dit en het orakel van dat. En verhuizen nog alles. Ja. En verder zegt hij, ik doe het al een tijdje, Rutte, dus dan moet je op een gegeven moment ook een keer stoppen. Dat is volkomen juist. En over de manier waarop vanuit D66 de druk op hem werd opgevoerd, wil hij weinig kwijt. Kaag heeft hem natuurlijk gebeld en zegt hij, ik vind er van alles van, maar ik ga daar niks over zeggen nu. Geen commentaar. Oh. Dus Rutte sprak... Overigens is Wiegel een van die raadselachtige persoonlijkheden. Dat geldt daar kijk ook voor Van Acht. Dat ik ze altijd stuitend heb gevonden op de televisie en ook in hun politieke rol. En ook dat ik dat gedoe van Wiegel en die orakel van zussen me zo altijd vrij lachwekkend vond. Maar beide personen heb ik overigens heel, heel beperkt wel eens persoonlijk meegemaakt. En dan zijn het alleraardigste mensen. Vooral Van Acht natuurlijk, die een beheersing van zijn moedertaal heeft, waar je jaloers op kunt zijn. Dat is in Nederland altijd een wonder. Iemand die daadwerkelijk in behoorlijk Nederlands iets helders kan zeggen. Sterker nog, zo behoorlijk dat je denkt, goh, dat heeft hij lollig geformuleerd. En Wiegel is iemand die prima tegen kritiek kan. Daar zit hij helemaal niet mee. Rutte heeft ook nog zijn verbazing uitgesproken over de traagheid waarmee de nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Hij zegt, we zijn zo'n traag land, de verkiezingen zijn pas 22 november. Het kost hier 4 maanden om verkiezingen te organiseren. Ik weet ook niet waarom. Oh, dat is een opmerkelijk feit, ja. Dan moeten we dus, er is een organisatie die zich bezighoudt met verkiezingen organiseren. Dus die zou dan eens even doorgelicht moeten worden. Ik sta daar ook verbaasd over dat Rutte dat zegt. Ja. Kennelijk heeft hij daar niks over te vertellen. Nee. Dan hebben we hier nog Ronald Plasterk, die zegt D66 heeft zich op een schandelijke manier gedragen. En we weten ook dat staatssecretaris Van Rij van het CDA ook weggaat. Hij gaat misschien wel een boek schrijven. Ja, als je niks te doen hebt, ga je een boek schrijven, toch? Geldt voor mij ook. Ja, je zit er maar te zitten achter je bureau. Ten slotte denk je, laat ik eens een boek schrijven. Ja. Dan hebben we hier Brenda Koopman. Hallo. Het journaal is hoogst verbaasd dat Rutte opstapt. Mijn voorspelling is steeds geweest dat hij zin heeft in een functie bij de EU. Hij liet zich te goed zien. Of bij de NAVO. Over een jaar perfecte planning, toch? Ik ben benieuwd hoe Maarten dat ziet. Ja, daar hebben we het al vaak over gehad. Ja. Je zou zeggen, de ideale figuur. Met name in de EU zou ik zeggen. Niet direct in de NATO, voor mijn gevoel. Maar ja, hij zegt zelf dat hij niet wil. Dus laten we daarvan uitgaan dat hij zegt wat hij bedoelt. Hoe is het ook alweer? Dat hij zegt wat hij denkt. Ja. Is hier ook nog een vraag van Maarten. Hoe groot acht je de kans dat Remkes misschien wel een soort van interim premier wordt? Maar dit is nog gestuurd toen Rutte mogelijk afgezet zou worden. Maar ja, Remkes hebben we niet gezien. Nee. Het hele gebeuren. Hey, ik ben een groot Remkes aanhanger. Dus, ja.
Je hebt nog een stukje over een artikeltje wat je had gelezen over The Future of War. Ja, dat was een stuk in The Economist van deze week. Er is alweer een nieuw nummer natuurlijk, omdat The Economist digitaal op donderdagavond er al is. Dat gaat een nieuwe nummer gaat, heeft Trump voor opstaan. Maar dit nummer heet The Future of War. Of althans, ze hebben dus meestal vrij korte stukken. Dat is een onbeschrijfelijke zegen. Niet waar in de traditie van de Economist dat ze in staat zijn om dingen op ongeveer een kwart van de lengte precies even informatief te maken als kranten, andere kranten en tijdschriften die dan eindeloos doorlullen met dingen die niet direct relevant zijn. Dit is een veel langer stuk, wat ook nogal compact in elkaar steekt. En dat heet dus The Future of War. En eigenlijk is de thematiek daarvan hoe denken we nu over de oorlog van de toekomst, niet waar, kijkend naar de oorlog in de Oekraïne. En dan begint hij met een aantal voorbeelden. Het is van ja, eigenlijk hadden allerlei oorlogstheoretici, die hadden eigenlijk al lang besloten dat de nieuwe oorlog, dat zou cyberwar zijn. Dus niet meer territoriale verovering, niet meer concentraties van panzertroepen, allemaal niet meer nodig, het zou allemaal in, laten we zeggen, het digitale universum zou het zich afspelen en wie daar de beste speler zou zijn, zou de oorlog winnen. En ja, dan komt hij natuurlijk met de voor de hand liggende observatie dat daar geen zak van uitgekomen is. Maar dat eigenlijk wat zich in de Oekraïne voltrekt een wonderlijke symbiose is van traditionele oorlogvoering aan de ene kant. En wel degelijk ook die technologisch zich ontwikkelde hebbende oorlog aan de andere kant. Laten we zeggen, de kant van de drones en dat soort van zaken. En ja, dan wijst je natuurlijk op het traditionele karakter van die oorlog, in de zin dat er dus tienduizenden doden zijn gevallen. Aan de Russische kant misschien nog wel meer. Dat de traditionele artillerie eigenlijk een beslissende rol op allerlei momenten in die oorlog gespeeld heeft. Nou ja, logistieke problemen in alle opzichten door. Kortom, het is in alle opzichten een ouderwetse oorlog. Maar in één opzicht is het niet een ouderwetse oorlog. Omdat zowel voor de artillerie geldt als voor andere manieren om de vijand te bestoken, dat anders dan vroeger A, met enorme precisie kan, hè, waar natuurlijk dat geopositioning system een belangrijke rol in speelt. Ja, je kunt, stel voor dat ze ons willen treffen hier in het autootje, dat kun je met de militaire GPS, kun je dat zo uitvoeren. En als wij niet over tegenmaatregelen zouden beschikken, dan zouden we het niet overleven. En die huizen hier waarschijnlijk ook niet, dan zou er een enorme knal zou plaats hebben. Dus ja, dat speelt nu. Waarbij die ook zegt, van kijk, heel veel artillerieën, granaten die worden afgeschoten of raketten die worden afgeschoten. Dat zijn eigenlijk explosieven met een computer erin. Dat zijn ook een deel van het Amerikaanse granaten die dus door artillerie werden afgeschoten. Die hebben ook een soort primitieve GPS erin. Dus die kunnen zich ook aanpassen aan veranderende omstandigheden. En dat is eigenlijk wat deze oorlog grondig heeft veranderd, dat het steeds mogelijk is niet alleen met enorme precisie de vijand te treffen, maar ook met enorme snelheid de vijand te treffen. Dus daarvoor er vliegt een droontje over de vijand en die lokaliseert de vijand. Dat kan meteen digitaal teruggestuurd worden naar de artillerie. En met name die Oekraïners zijn er enorm handig in geworden om dat met enorme snelheid uit te voeren. Overigens allemaal met relatief simpele drones, begreep ik, waarvan er duizenden en duizenden elke maand uitgeschakeld worden door de Russen of door omstandigheden uitgeschakeld worden. Want dit probleem natuurlijk, dat je eigenlijk op het moderne slagveld altijd je locatie bepaald kan worden en dat heel snel kan leiden tot geschut van welke aard dan ook op jou. Er wordt ook uitgelegd dat eigenlijk die een Russische aanval op Kiev in de begindagen van die oorlog, dat die eigenlijk voornamelijk door artillerie, goed geconcentreerde artillerie, onmogelijk is gemaakt. Want nu komt natuurlijk de vraag, hoe kun je nou ervoor zorgen
dat dat allemaal niet zo vlug en met niet zoveel precisie kan. En dat kan door jamming, door het uitschakelen eigenlijk van dat elektronische systeem. Bijvoorbeeld ook die drones komen voornamelijk om het leven door jamming. Dat wil zeggen hun apparatuur om richting en plaats te bepalen wordt door die jamming. Dat moet je zien als een heel sterk elektronisch signaal. En daar zijn de Russen betrekkelijk goed in. En dan is de vraag natuurlijk, kijk, je zou het kunnen, ik dacht, wat is nou een geschikte metafoor, dames en heren, neemt u mij even niet kwalijk. Het is niet letterlijk bedoeld. Het is een soort kaart, laten we zeggen, waar je primair gewoon het terrein op ziet. Daar leg je een tweede, je weet wel vaak van die doorzichtige kaarten overheen, waar je ziet hoe de militaire situatie eruit ziet. Waar zijn de Oekraïners, waar zijn de Russen, waar zijn de defensieve dingen. Dan leg je er een derde kaart overheen. Dat zijn al die moderne apparatuur waarmee je heel snel kunt bepalen waar is de vijand precies, wat doet de vijand precies. Zodat je eigenlijk binnen een termijn van enkele minuten de vijand al kunt bestoken. En dan komt er een kaart overheen, dat is jamming. Dus dat wil zeggen, dat is het blokkeren eigenlijk van die elektronische signalen. En daar waren de Russen aanvankelijk zeer succesvol in. Maar ondertussen zijn ook wel weer, laten we zeggen, ontwikkelingen geweest waardoor die jamming toch minder effectief was. Het nadeel van jamming is, het is een sterk elektronisch signaal. Dat valt ook op te pikken en dan kun je natuurlijk ook op de plek en de apparatuur waarmee de jamming plaatsvindt, kun je ook in relatief korte tijd kun je dat eventueel raken. Bovendien is jamming is vaak zo effectief dat twee vliegtuigen die naast elkaar vliegen en die allebei doen aan jamming, om te vermijden dat ze, laten we zeggen, elektronisch gericht beschoten worden, daar storen de twee jammers, storen elkaar. Dus jamming heeft ook zijn nadelen. Het kan traag werken, dan moet je zorgen dat je het op tijd uitzet, zal ik maar even zeggen. Bovendien zijn er wel alternatieven, dus in plaats van GPS bijvoorbeeld kun je in de drone kun je een kaart van het terrein inbouwen. Ja, dus dan ben je, als die er eenmaal in zit, en dan kun je hem programmeren dat hij naar een bepaalde plek moet. Dan ben je dus niet meer voor, de drone is niet meer, neem ik aan, gevoelig voor jamming. Omdat hij niet meer afhankelijk is van een signaal wat van buiten komt. Van groot belang voor de Oekraïne is dat Starlink systeem van Elon Musk. Hè, dat is een vrij laag gepositioneerd systeem van satellieten. Waarmee ze dus eigenlijk overal in de Oekraïne voorzien zijn van een makkelijk en snel werkend, ik geloof ook dat Musk het zelf aanvankelijk gefinancierd heeft, althans de apparatuur waarmee je het op kunt vangen in de Oekraïne. Dat is heel nuttig dat ze dat hebben. Hoe heeft nou deze hele zaak de oorlogsvoering veranderd? Daar kun je wel een beetje nagaan hoe dat is. Je kunt dus met grote precisie binnen zeer korte tijd door de vijand gelokaliseerd worden. Zij dat de Oekraïners er iets beter in zijn dan de Russen. Dat betekent dat je niet lang en zeker niet in grote getalen op dezelfde plek moet blijven. Nee, zie die lange file met al die apparaten. Precies, van de Russen. Dat is naar waar dat die foto daarvan is het perfecte beeld van de incompetentie van de Russen onder de nieuwe elektronische omstandigheden. Dus het is zaak dat je voortdurend, ten eerste dat je moet zorgen dat je geen grote concentraties veroorzaakt, die zijn ontzettend kwetsbaar. Niet waar, want die zenden ook weer signalen uit en die hebben radio of telefoneren enzovoort. Komen nog over die telefoontjes te spreken. Dus het is zaak dat je in relatief kleine eenheden permanent in beweging blijft. Zeg je van jongen, wat een leuke plek is dit, mooi uitzicht en ja, fijn meertje erbij, kunnen we gaan zwemmen en zo. Dat kun je beter niet doen. Want er is een goede kans dat je binnen een uur geraakt wordt als je daar je tenten opslaat, om het maar even zo te zeggen. Aan het slot hebben ze nog een leuk stukje over het Engelse leger, wat op de Salisbury Plains oefent, hoe je moet zorgen dat je uit de buurt blijft. Nou, ja, ijzeren daken bijvoorbeeld beter niet. Houten daken zijn veel moeilijker te vinden voor deze elektronische apparatuur. Dus ja, kleine eenheden, ze spreken ook van een
Dat front is natuurlijk enorm. Hè. Ik geloof dat het in totaal 1200 kilometer is. Dat, daar geldt het. Dus, laten we zeggen, staan permanente posities langs dat front. Zorgen ervoor dat dat niet het geval is. Ook op sommige punten zijn de Russen tactisch een stuk beter geworden. Wat ze bijvoorbeeld doen is dat ze... ze verdedigen een bepaalde positie. Dan trekken ze zich terug. Dus dan gaan de Oekraïners die nemen die positie in. En dan schieten de Russen maximaal op die positie die ze net hebben prijsgegeven. Die nu door de Oekraïners is ingenomen. Wat natuurlijk een tactisch wel een leuke zet is. Bij al die deze, bij alles wat je erover zegt kun je zeggen. Het is een permanent leerproces. Het is niet zo dat je kunt zeggen. Goh, nu hebben we de zaak op orde en nu loopt alles lekker. Nee. Ook logistiek is het zo dat de Russen een beetje op afstand stonden, doordat zij eigenlijk traditioneel heel effectief het spoorwegsysteem gebruikten voor de logistiek. Dat blijkt onder de moderne omstandigheden. Je begrijpt wel dat een spoorweghub, dat kun je ook niet van de dag op morgen verplaatsen. Dus dat is allemaal ontzettend kwetsbaar voor zulke dingen als die HIMARS-raketten, die ook tijdelijk door jamming redelijk konden worden beperkt in hun effectiviteit, maar nu toch weer geleidelijk aan nieuwe informatie doorkregen, of ook met name Amerikaanse militairen GPS weer beter konden gebruiken. Hoe dat dan precies zit, gaan ze hier natuurlijk ook niet vertellen, maar dat schijnt wel zo te zijn. Bij dit alles is er natuurlijk, kijk, dit hele nieuwe slagveld is afhankelijk van sensoren. Dus van apparatuur die oppikt, lawaai, beweging, licht, nou, van alles en nog wat in principe. Het is een beetje dat we onze huizen ook vol zitten met sensoren. En dus je doet je voordeur open, je doet de deur open en dan gaat vanzelf het licht in het halletje aan. Oh, fantastisch, hè? Maar je kan ook een mitrailleur inbouwen die dan meteen begint te schieten. Dat was een metaforisch bedoel, dames en heren. Neemt u mij vooral niet kwalijk. Alles wat ik zeg in termen van moordzucht en bloeddorstigheid, dat is metaforisch bedoeld. Neemt u me niet kwalijk. Ja, dan komen bij mij met dit soort van gelegenheden de verschrikkelijkste gedachten in mijn hoofd. Maar die zal ik niet uitspreken, eerlijk gezegd. Het is overigens wel triest dat je dus ook niet begrijpt dat iets metaforisch bedoeld is. Of is dat, ja, ik neem aan dat zij een VVD-aanhanger is. Of sinds haar puberteit op Rutte verliefd is. Dat zou natuurlijk kunnen, ik weet het niet. Ja, ik vind dat wel zorgelijk. Want dat betekent eigenlijk dat je in principe alles wat je zegt moet gekuist worden op... Dit hangt naar wokisme, hè. Dat je enorm moet uitkijken dat je iets zegt wat niet politiek correct is. Namelijk moord in de politiek. Ja, ik ben afgedwaald. Dit hele enorme systeem van sensoren, wat natuurlijk allemaal gecoördineerd moet worden, dat heeft nog een extra supersensor eigenlijk. En dat is de bevolking zelf, die in de Oekraïne een enorm hoog, hoe moet je dat zeggen, internetgebruik kent. Iets van 80% van alle Oekraïners die gebruikten het internet. En niet alleen dat hebben ze het internet, maar ze hebben ook iPhones. Of in ieder geval, ze hebben moderne telefoons. En met die daar hebben ze ook een app voor ontwikkeld, want zodra je dus iets ziet als burger, moet je, ik zie zus of zo, je moet je doorgeven, dat werkt enorm goed. Dus eigenlijk zijn alle burgers zij in zekere zin combattanten geworden, medestrijders. Dat ligt voor de Genève-protocollen, ligt dat lastig. Wanneer is iemand een burger, een pure burger, of wanneer is die een medestrijder? Ja, want in dat geval dan gelden de regels van de akkoorden van Genève voor de behandeling van burgers, die gelden natuurlijk niet meer. Als die burgers in feite een belangrijke rol spelen als verkenners in dit geval. Hè? Ja, dus je zou kunnen zeggen, voor de toekomst zal een bezetter altijd een eind maken aan het bezit van de mobiele telefoon. Daar kun je wel van uitgaan. Want de mobiele telefoon is voor iedereen die van een hoger gezag is dat een dodelijk wapen in feite. He, met name dat bijvoorbeeld in China wordt dat allemaal geblokkeerd. Dat je bepaalde dingen niet kunt doen met je telefoon. Omdat het eigenlijk, nou ja, je hebt een fantastisch computertje bij je.
wat in feite tot van alles en nog wat in staat is. Nou, dat is het, laten we zeggen, de hoofdschotel van het verhaal. Dus dat wat je heel kort kunt samenvatten door te zeggen, kijk, heel anders dan we dachten, is er dus niet een soort pure cyberoorlog gaan. Nee, er is in feite een doodnormale, ouderwetse, moordzuchtige, vernietigende oorlog gaande, alleen overlegd met een heel elektronisch systeem, waardoor in feite die oorlogvoering nog veel effectiever is geworden dan die was. He, want jij, nog zoals wij hier maar zitten te lullen, he, dat we zouden in een oorlogssituatie zouden een hele tijd door de buurt hebben moeten rijden om een klein beetje veiligheid te... He, want anders zouden we dus door andere podcastmakers gemakkelijk vermoord hebben kunnen worden. Bij wijze van spreken, ja. Ik ben nu wel geneigd om een beetje door te treiteren op dit punt. Ja, mevrouw Bezemer, u wordt nog getreiterd, maar ja, u luistert niet meer. Jammer eigenlijk. Ik vond dit wel een leuk spel om te doen. En het is nog een andere kant aan de zaak, dat is namelijk de oorlog ter zee. Want een van de grootste Oekraïense successen natuurlijk was het tot zinken brengen van die kruiser, de Moskva. Die relatief van recente datum was, 40 jaar oud begreep ik uit het verhaal. Maar die is uitgeschakeld doordat hij te dicht bij de kust kwam. Dus hij is eigenlijk uitgeschakeld door raketten die vanaf de kust zijn afgeschoten. Dus nu is het zo dat de Russische Zwarte Zeevloot, die blijft een beetje ver van de kust waar Oekraïners zitten, om te vermijden dat ze op een dergelijke wijze aangepakt werden. Er staat wel in het verhaal dat de bemanning van de Moskva duidelijk nou niet buitengewoon competent was. Dat er niet geoefend was met brand op het schip. Kortom, prutsers. Dat het wel een beetje prutsers waren, omdat ze natuurlijk nooit serieus een oorlog hadden gevoerd. Terwijl ze die informatie wel hadden kunnen inwinnen allemaal. Ja, maar ja, dan moet je natuurlijk, dan haal je er af en uit. Ik denk dat meestal de mens zo is dat hij die informatie pas inwint als het of te laat is of bijna te laat is. Zo zal het, ik zal zo in algemene zin nog iets zeggen over het leerproces van oorlogen. En dat de Russen natuurlijk al heel lang geleden tot de conclusie zijn gekomen, hoe kunnen we het Westen het beste treffen in geval van oorlog? Door het communicatiesysteem van het Westen uit te schakelen. En dat communicatiesysteem ligt voor een heel belangrijk gedeelte op de zeebodem. He, de communicatie tussen Amerika en Engeland, tussen Engeland en Europa. En die kabels. Dus, ja, dat zijn al die kabels en alle mogelijke systemen. Ik weet niet of je wel zo'n kaartje hebt gezien van wat er ligt aan kabels. Ja. Het schijnt dat de Russen al jaren bezig zijn om dat hele systeem in kaart te brengen. Hebben we laatst nog gehoord, toch? Polen met zo'n zeilboot. Dus de NATO heeft zeer onlangs een heel nieuw, moet je dat zeggen, apparaat, een nieuwe onderdeel in het leven geroepen wat zich bezig gaat houden met het kabelrisico en wat de Russen daar tegen zouden kunnen doen en hoe we dat dan weer zouden kunnen bestrijden. Dus dat is dan een tweede aspect aan de zaak, dat natuurlijk onze infrastructuur zo complex is dat die gemakkelijk, dat die zeer kwetsbaar is onder omstandigheden. Wat gaat dat maar eens allemaal bewaken, daar valt niet mee natuurlijk, hè. Vertel het ook niet aan terroristen, dat is ook zo gek. Yo, wij zijn zo kwetsbaar infrastructureel, ook op het gebied van de elektronica. En dat die terroristen hadden maar weer die vliegtuigen en dat zijn stomme schietpartijen op willekeurige plekken. Je zou een mens, als je het een beetje bestudeert en je hebt er verstand van, dan zou je de meest immense langdurige schade kunnen aanrichten. Die terroristen, dat zijn zulke ongelooflijke sukkels. Echt waar. Ja, ook luisterende terroristen, u bent een stel sukkels. Ja. Ja, ik weet niet of mevrouw Bezemer hiermee akkoord kan gaan. Maar... Die zit nu naar de VPRO-podcast te luisteren. Oh, de VPRO-podcast. Oké. Nou, dit was het zo'n beetje, maar ik wil er nog aan toevoegen. Het is een heel serieus stuk. Het is ook heel serieus bedoeld natuurlijk. Mijn bezwaar is dat eigenlijk elke oorlog weer anders in elkaar steekt. En neem nou bijvoorbeeld, want dat was ook oorlog, de Amerikaanse bezetting van Irak in 2003. Zoals je weet hebben ze daar een enorme zeepert gehaald, omdat ze in feite totaal niet verwacht hadden wat er gebeurd is. Namelijk dat de lokale bevolking
Sowieso is het niet verstandig om landen te bezetten waar de lokale bevolking niks van je moet hebben. Zeker niet in het moderne tijdsgevricht, want dat is, je kunt nu veel effectiever optreden tegen bezetters dan vroeger. Nou ja, je weet dat de Abrams tank enorm gevoelig bleek te zijn voor bermbommen. Eigenlijk bleek al het Amerikaanse materiaal enorm kwetsbaar te zijn voor bermbommen, die met een spotgekoop telefoontje van afstand in werking gesteld zijn. Dus je ziet de tank aankomen rijden. En dan op het moment dat hij denkt, dat hij is er, druk je op een knopje en baf, de hele boel gaat de lucht in. Dus eigenlijk is elke oorlog is een nieuwe oorlog in allerlei opzichten. We hebben natuurlijk heel lang na de Tweede Wereldoorlog gedacht dat de nieuwe oorlog in Europa precies zo zou gaan als de Tweede Wereldoorlog. Een heleboel tanks en vliegtuigen met luchtsteun die met elkaar in de slag zouden gaan in de Noord-Europese laagvlakte. Maar dat is natuurlijk allemaal nooit gebeurd. Ondertussen hebben we een heel gevarieerd thema gehad op het punt van oorlogen. Ja, want het is natuurlijk een oorlog in het Midden-Oosten binnen het zand is weer heel een andere oorlog dan in het tropisch oerwoud van Vietnam. Dus eigenlijk elke oorlogssituatie is een nieuwe situatie. Maar het idee dat we een oorlog zouden gaan voeren alleen maar in cyberspace blijkt dus gewoon onzin te zijn. En ook met name het idee natuurlijk dat de Russen daar ongelooflijk goed in zouden zijn, dat bleek eigenlijk ook voornamelijk onzin te zijn. Ja, we weten nu ook trouwens dat in de Russische legertop, dat ze daar natuurlijk moord en dood, dat ze daar verschrikkelijke dingen doen, omdat ze het dan oneens zijn over de gang van zaken. Maar dit is eigenlijk het verhaal en op zichzelf zit daar natuurlijk wel iets in, dat de kern van de zaak is de ingewikkelde verknoping van de cyberwar aan de ene kant en de traditionele oorlog aan de andere kant. Precies. En de Russen doen natuurlijk nu wel ervaring op, hè? Dus stijgt daarmee ook hun aanzien? Ja. Nou ja, daar wordt al door meerdere mensen overigens opgemerkt dat natuurlijk ondertussen verreweg de meest effectieve oorlogvoerende natie, dat de Oekraïne is. Omdat eigenlijk altijd de natie die het laatste, het meest effectief oorlog heeft gevoerd, is natuurlijk de best geoefende het moderne oorlog voeren. Exact. We hebben dat natuurlijk ook heel lang met het Israëlische leger gehad, wat eigenlijk elke zoveel jaar oorlog voerde. En toen begrepen we wel dat het is voor de Israëlische Defense Force, de IDF. Dat was natuurlijk jarenlang verreweg het beste leger ter wereld. Ja. Ik heb me wel eens bij lezingen gezegd, als de IDF het goed zou aanpakken, zouden ze de hele NATO kunnen verslaan, eenvoudig omdat ze veel beter konden vechten. Hmm. Of ze dat nu nog kunnen, dat is nog weer wat anders. Ja. Maar je ziet natuurlijk, nou, is er natuurlijk ook een land wat zichzelf in feite politiek te gronden richt. Dus Israël is zo sterk dat de vijanden van Israël, buiten Israël, die zullen Israël niet werkelijk kunnen beschadigen. Nee. Maar Israël zelf is goed in staat om zichzelf te beschadigen. Ja. Nou, is het natuurlijk wel zo dat er veel meer uitgaven zijn op defensiegebied, hè, zeg maar over de hele wereld. Als je ziet wat Europese landen extra uitgeven. Bijna altijd zijn uitgaven op defensiegebied totaal nutteloos. Omdat natuurlijk vooral de militairen, die willen altijd enorme, dure, ingewikkelde spullen. Ja. En dan blijkt vaak dat in de praktijk kan simpel. Al die drones waar ik het over had, dat zijn allemaal hele simpele drones. Hmm. Heb ik begrepen. Dat wordt heel veel, kinderspeelgoeddrones worden ook gebruikt. Ja. Nog even wat vragen die eigenlijk ook hier wel mee samenhangen. Niet specifiek over het moderne oorlog voeren, maar wel de situatie bijvoorbeeld in Rusland, Oekraïne. Prigozhin, daar wordt nu van gefluisterd. Misschien is hij wel dood. Volgens mij heeft Biden dat ook gezegd. Misschien is hij of. Biden heeft gezegd: hey, ik zou maar oppassen wat je eet, want misschien word je wel vergiftigd. Maar er zijn ook geluiden van mensen. Als door zijn eigen catering, want hij was toch een cateraar. Precies. Maar omdat natuurlijk de geluiden nu zijn van waar zit hij? Waar is hij nou? Hij was nou in Sint-Petersburg, zeiden ze, maar niemand heeft hem meer gezien. Het zou kunnen zijn, zeggen mensen, dat hij gewoon vermoord is op Poetin. Want ze hebben wel een bijeenkomst gehad. Zou kunnen, ik weet niet. Jij loopt in die wereld loop je altijd de kans vermoord te worden, dat je iets verschrikkelijks overkomt. Okay. Dat is het grote voordeel van Nederland. Daar kun je het woord moord metaforisch gebruiken zonder dat je denkt dat de Nederlandse politieke elite op grote schaal inderdaad gaat moorden. Kijk, ja. Het Russische regime is in alle opzichten ook voor de leden van het regime zelf een levensgevaarlijk regime. Ja. En dat komt omdat het een gewetenloos regime is. Oké.
Als je het hele artikel over The Future of War wil lezen, check dan eventjes de WhatsApp-groep van deze podcast, want daar staat dat artikel. En kun je bovendien doorpraten met luisteraars over deze en andere afleveringen. De link naar de WhatsApp-groep die vind je in de beschrijving bij deze podcast. Ja, ook luisterende terroristen, u bent een stel sukkels. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar over de ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Met het komen van de vliegtuigen begreep ik dat de oorlog was afgelopen. Ruim 4 uur lang vertelt Maarten van Rossum onder andere over de mislukte operatie Market Garden en de hongerwinter. Een nieuw luisterboek over de spannende ontknoping van de Tweede Wereldoorlog. Ideaal om mee te nemen op vakantie. De link naar het luisterboek vind je in de beschrijving bij deze podcast. Hoe doen we in de toekomst onze boodschappen? Daarover vertelt Wouter Kolk, de baas van Ahold Delhaize, het bedrijf achter Albert Heijn en bol.com in de podcast Sea Level. Luister de aflevering nu via de link in de show notes.